Ja, hoe is het om weer op het trainingsveld te staan na de korte winterstop? Ja, heerlijk. Voor de winterstop hebben we natuurlijk een goede reeks achter de rug. Dus nu is het weer lekker. We willen die draad weer oppakken en verder gaan waar we gebleven zijn. En verwacht je die draad ook weer positief voor te zetten tegen Jong Ajax? Ja, zeker. Ik denk dat even rusten was lekker. En nu zijn we weer fris en zijn we klaar om Jong Ajax aan te pakken. Ja, en wat verwacht je van die wedstrijd? Jong Ajax is natuurlijk een goed voetballende ploeg. Het gaat lastig worden. Ik denk dat we de linies kort moeten houden. Natuurlijk, ze kunnen goed spelen tussen de linies. Maar ik denk dat we een stabiele ploeg zijn en dat we het verdedigend goed voor elkaar hebben. En dat we dan een goede pot op de mat kunnen zetten. Ja, en dat je van al die andere belofte teams gewonnen hebt, geeft dat nog iets van extra vertrouwen? Nee, daar kijken we eigenlijk niet meer naartoe. Want elke wedstrijd is op zich. En Jong Ajax is natuurlijk weer een andere wedstrijd en ze staan er weer anders in. Ja, en tegen NEC scoorde jij en daar ben je gedeeld topscorer. Is er nog iets van een persoonlijk doel wat je wilt bereiken binnen Topos? Ja, het aantal hou ik natuurlijk even voor mezelf, maar ik wil natuurlijk zoveel mogelijk goals maken. Ja, is er een specifieke doelstelling dan? Nee, ik wil zoveel mogelijk goals maken natuurlijk. Natuurlijk is het leuk om topscorer te zijn en dat is natuurlijk ook mijn doel. Oké, dankjewel. Yes. Hey, thanks. Doei.